leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In de video van vandaag, zoals je al niet hebt gezien, ga ik 24 uur lang paars voedsel eten. Paars, dat is best wel moeilijk, heb ik gemerkt. Maar ja, we komen de dag wel door. Als je wilt weten hoe ik deze dag door ga komen, blijf dan snel verder kijken na de intro. Ik ben daarnet al naar de winkels geweest en ik heb ook een beetje gefilmd, dus laten we daar even nu naar kijken. Aanbiedingen zijn altijd goed. Ik wil jullie nu laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Rode druiven, maar het is gewoon paars. Het is gewoon paars. Linken. Het is weer een beetje roze, maar ik heb ook andere dingen. Dus. Sap, druivensap. Dit is wel echt paars, je kan niet zeggen. Je kan niet tegen me zeggen dat het niet paars is, want dit is echt paars. Rode kool. Het is ook paars. Zoete aardappelen. Toen ik deze zag, hè. Wow. Ja, toen dacht ik. Ik dacht alleen dat er oranje zoete aardappelen bestonden, maar dus blijkbaar niet. Weer Daniel, maar dan zo. Dit is paars en als je het roert, wordt het ook paars. Kleurstof voor de pannenkoeken. Rood met blauw wordt paars. En dan hier zo in. En dan ga ik schudden, dan krijg ik paarse pannenkoeken. En dan als laatste cassis. Alles is paars. Ik ga de video morgen opnemen voor jullie over een paar seconden. Ik had nog niemand gezien in Nederland die paars voedsel had gedaan. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Oh ja, deze ook nog. Dit is bosvruchtenijs. Paars aan de onderkant. Dit, ja. Telt gewoon mee. Ik moet nu ochtend eten. Wat ik als ochtend eten heb, is Daniel. Bosbes. Mistillen. En als ik het roer, dan moet het wel paars. Je kan me niet zeggen dat dit niet paars is. Dus ik ga dit lekker eten. Ik weet niet of ik deze ooit heb gegeten. Ik denk het wel, maar. Echt lekker. Het is gewoon heel zoet met een beetje creamy. Ik ga zo meteen middag eten over ongeveer een half uurtje. Maar ik had echt best wel honger, dus heb ik even duiven gepakt. En als middageten ga ik pannenkoeken eten. En die moet ik nog paars maken. Dat ga ik ook filmen. En voor nu ga ik gewoon even eten. Ik snap niet echt waarom het rode druiven heet, want ik vind ze gewoon paars. Ik ga nu de pannenkoeken de kleur maken. Als eerst moet het even goed schoon zijn, dat alles los van de bodem en zo gaat. Voeg melk, 400 ml. Voor de kleur, om paars te maken, hebben we blauw kleurstof en rode. Verschillen de melk, moet 400 ml. Ga ik nu de kleur maken. Als eerst ga ik een beetje blauw erbij doen. Rood. Of een dokter Otkar. Ik hoop dat het goed is. Ik denk het wel. Dan roeren. Ik gebruik gewoon even een mes. Er moet echt veel meer bij. Oké. Ik ga een beetje meer blauw doen. Het is een beetje violet geworden, maar ik hoop dat het gewoon goed blijft. Dan moet ik nu ja, hij is aan het lekken. Ik ga nu gewoon goed schudden. Het is nog niet echt helemaal paars. Nu 1 minuut lang zo blijven.
pannenkoek. Best wel paars. Alleen, ja, omdat het natuurlijk met koken wordt ook een beetje goudachtig. Maar ik vind het paars genoeg. Ik heb net geleerd hoe je pannenkoek moet maken, dus ik ga er nu weer eentje maken. Ga ik nu een pannenkoekje eten. Het is niet paars en de poedersuiker ook niet, maar je ziet het niet als je het eet. Dus ja, ik vind dat het meetelt. Ja, het was best wel moeilijk om die kleur te krijgen. Want die blauw overheerst echt heel erg. Echt krokant. Ik vind het echt lekker. Ik ga weer verder eten. Het eten is bijna klaar, eigenlijk zo goed als klaar. De rode bieten zijn hier zo. En de zoete aardappelen zijn ook klaar. Dit is het eten. Het is echt heel paars. Ik zie alleen maar paars. Kijk maar. Het is echt alleen maar paars. En als drinken heb ik cassis. Ik ga nu even eten. Met zoete aardappel, een paarse. Ik wist niet dat het bestond. Ik dacht alleen dat het een oranje bestond. Het is wel lekker. Ik zou het niet elke dag willen eten. Ik was helemaal vergeten dat we nog ijs hadden. In ieder geval, dit is de ijs. Ik weet dat het er niet paars gaat proberen te roeren, zodat het heel meer paars lijkt. Ik heb ook nog kleurstof, dus kan ik het ook nog die kleur maken. Wat ik heb geroerd, is het meer roze. Dus ik ga het paars maken. Heel wat meer paars. En ik ga nu een hapje nemen. Wow. Dit is echt super lekker. En zoet. Ik ga nu weer verder editen. Zodat ik morgen niet te veel te doen, want ik morgen moet ook leren. Als jullie deze video leuk vonden, dan blauw duimpje omhoog. Alleen als ik nog een deel moet maken, dan in de reacties weten welke kleur. In de vorige video had ik al gezien dat een van jullie rood wou doen. Dus die komt dan misschien ook wel binnenkort. Niet volgende week ga ik een normale video plaatsen. Natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Ik heb bijna 200 abonnees. Nog 19 of zo. 20 ongeveer.